Martin Schreuder is jarig. De oprichter van Martinair is 80 jaar geworden en dat werd ook gevierd op Schiphol. En wat is volgens u nou het belangrijkste ingrediënt voor een goed leven? Hard werken, af en toe problemen proberen op te lossen en vooral ook tegen teleurstellingen kunnen. En dan toch doorzetten en dan niet meer achterom kijken, maar naar de toekomst kijken. En dat doe ik ook. Want ik ben nog van plan, als het me op een gegeven moment toegestaan is, weet je, nog lang te leven en nog heel actief te blijven in het leven. Ter ere van de verjaardag van de luchtvaartpionier kon iedereen in Nederland kans maken op een geheel verzorgde reis naar Curaçao. Zaterdag 21 mei werden er 40 inzenders uitgenodigd om met hun koffer naar Schiphol te komen voor taart en koffie. De jarige Job maakte uiteindelijk de 5 winnaars bekend. Zij mochten samen met een reisgenoot meteen op vakantie. Iemand uit Utrecht, Marianne Bronsassino Zappel. Voor de reis, hè? Dank je. Goeie reis. Die derde bal die werd getrokken. En ik voelde echt als een beetje nerveus gevoel. Ik dacht, wie weet. Toen was het ook gewoon zo. Geweldig, heel erg verrassend. En gelukkig dat we nog net op tijd waren. De jarige trakteerde niet alleen. Hij werd zelf ook verrast met cadeautjes van de aanwezigen. Nou, ik was stom verbaasd, moet ik zeggen, dat er zulke aardige mensen nog in Nederland allemaal wonen. Dat zie je maar. En dat ik zoveel cadeaus kreeg, ik viel bijna om van verbazing en van dankbaarheid.